Can you just present yourself? Hallo, ik ben Rinus Sprong en ik ben artistiek directeur van de Dutch Dumb Dance Division samen met Tom Stubart. En ik speel in deze voorstelling de rol van Scrooge. Verrek! Om dit traditionele verhaal te bouwen, weer een hele nieuwe voorstelling van te maken, dat is voor mij best wel ongelooflijk avontuur. Ik vind het, punt 1 vond ik het nooit zo leuk, A Christmas Carol, maar nu dat ik erin zit en ik de rol van Verrek doe, vind ik het heel, heel spannend en ik ontdek steeds meer lagen van wat er in dat verhaal zit. Het is een prachtig verhaal. Nou, hoe ik de originele naam voor in het Christmas Carol is Scrooge. Wij hebben de naam veranderd naar Verrek. En hoe ik dit helemaal weer levend ga maken tot de oude Verrek is natuurlijk fysiek. Maar het gekke is dat die man is precies zo oud zoals ik nu ben. Ik ben helemaal niet oud, maar natuurlijk iedereen verwacht oud. Nou, er zit een verschil in. Het gaat natuurlijk over dat je een beetje narig bent, een beetje zuur bent. En dan ga je misschien al zo lopen. En als je geen narig mens bent, dan loop je gewoon nog steeds zo, ook al ben je 60 jaar. Om het toneel te delen met onze eigen dans, of met mijn eigen dans, is best wel raar. Omdat de rol die ik doe, is toch wel een beetje de centrale figuur. Het gaat om die rol, net zoals in onze vorige voorstelling, Alice in Winter Wonderland, Alice de centrale figuur was. En nu ineens ben ik de centrale figuur. En dat voelt wel heel raar, omdat je bent het centrum van die voorstelling. Maar ja, weet je, het is in de Dutch Dumb Dance Division ook altijd 3 halen, 1 betalen. Dus ik ben en choreograaf en een van de hoofdrolspelers. En ik ben artistiek directeur. 3 halen, 1 betalen. Maar het is wel heerlijk. Heel erg leuk om te doen. Geweldig. De kostuums en decor zijn prachtig, prachtig weer verbeeld, weet je wel. We hebben erover nagedacht, we hebben erover gesproken met de kostuumontwerper Ben Voorhaar en Sabrina Zila van Charisma Costumes uit Gelsenkirchen. En natuurlijk ook met Rije Pos en Pink Steenvoorde die het licht, de set bouwen en alles. En we hebben gedacht, we moeten weer iets doen wat een beetje meer Haags is. En het is heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Ik kan niet verklappen hoe het begint. Ik ga het allemaal niet verklappen, maar het wordt heel bijzonder. Ja. Tot nu toe gaat de productie geweldig. Tot nu toe gaat de productie echt dat je denkt, wow, ik zit vaak langs de kant gewoon met tranen in mijn ogen. En meer mensen met mij als ik om me heen kijk. Het is echt heel, heel, heel mooi. Alleen wat wel eng is, is dat je denkt, het gaat zo goed, wordt het ook goed? Dus dat is altijd een beetje de vraag. Het gevoel is magnifiek. En het zal het ook wel worden, maar het is altijd een beetje dan toch heel spannend. Wat een goede performer is, dus zeg maar of je nou acteur, danser, zanger bent, is dat je heel erg in het ding gelooft wat je doet. Het maakt niet uit of je dan misschien een beetje anders van lijf bent, niet het perfecte lijf, misschien niet de perfecte stem. Maar het gaat erom dat je het gelooft, echt vanuit jouw ziel het doet. En ik heb nu sinds 1979 op het toneel gestaan, dus hoeveel jaar is dat? 40 jaar. En dan weet je wel een beetje wat je wil, en het moet echt, weet je. Ook een grote stem als Barbara Streisand of Luciano Pavarotti of een beroemde danser als Natalia Makarova. Ze zijn echt helemaal vanuit het hart. En ik denk dat dat het is wat ik ook wel voel. En dat ik het nog steeds leuk vind. Een vraag is nu, ik ben ook wel zanger, ik ben danser en ik ben ook acteur. En naast het directeurschap, wat heeft mij het meeste gebracht? Ik wilde eigenlijk altijd acteur worden, nooit danser zijn, want ik was fysiek heel lui en ik kon ook helemaal niks. En toen heel langzaam wilde ik theater in en toen heb ik geproefd van dans en ik kwam op een dansacademie terecht. En toen zag ik pas dat
dans mij zoveel bracht. Zoveel bracht. Zoveel mijn lichaam sterker maakte. Weet je, ik liep op steunzolen. Hoefde ineens niet meer weg met die steunzolen. Want ik kon alles gewoon met mijn lijf opvangen. En eigenlijk heeft die dans me zoveel gebracht. Waardoor ik, zeg maar, als ik acteer of als ik zing. Wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar ik had het nooit kunnen volhouden zo lang als ik niet eerst met dans begonnen was. Daardoor werd mijn lijf sterker. Dat is belangrijk, ja. Mijn favoriete kerstherinnering, jeetje. Nou, ik ben ten eerste altijd op 22 december jarig. En dat blijft zo mijn hele leven lang. En wat dan heerlijk was, was mijn ouders deden dan op de 22e, in plaats van een taart, of ook wel een taart er misschien bij, maar dan stond de kerstboom daar. En dat was zo, zo ontzettend fijn. En dan daarna met kerstdag, dan hadden we natuurlijk familie bij elkaar, maar dan zo'n kerstboom op je verjaardag, dat er zo'n ding staat wat glinsterde. Ik ben gek op glitter en glans, want ik wilde altijd een bonte met gekleurde lichtjes en met gekleurde ballen. En mijn moeder wilde dat helemaal niet. Het moest allemaal wit en zilver. En eigenlijk snap ik wel waarom, maar dat was heerlijk om te zien. Zo'n prachtige boom en dat het zo lekker ruikt. Dat is denk ik mijn favoriete kerstherinnering.